Hallo, welkom bij Do-It-Self Ideeën. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je geschenkverpakking kan maken met origami, met deze origami strik. Ik heb de strik uit papier gevouwen. Ik heb een papier van deze grootte gebruikt, met zijde van 14 cm en een vierkant vorm. Ik heb ook papier van 7 tot 8 cm gebruikt voor deze kleine strikjes. Je kan het in verschillende kleuren doen, in papier met patroontjes, heel erg schattig. Ik vind het ook leuk om gewoon als achtergrond heel erg neutraal verpakkingspapier te gebruiken. Dan valt de strik extra op. Deze roze strik doet aan Kerstmis denken. En ik ga nu een roze strik maken, samen met jullie. Ik heb het vastgeplakt met een stukje plakband, heel eenvoudig. Je kan het ook met iets anders doen, met lijm bijvoorbeeld, maar het gaat ook perfect met plakband. En dan ga ik nu laten zien hoe het werkt. Wat heb je nodig? Een vierkant stuk papier en een schaar. Het is geen standaard origami, want we gaan onze schaar nodig hebben. Dan vouw ik de ene hoek naar de andere hoek. Dat druk je mooi vast. Je doet het weer open. En dan ga je de andere hoek op de tegenoverliggende hoek vouwen. En nu heb ik een kruis in het midden. Wanneer ik het terug openvouw, ik draai het dan om. En dan ga ik de zijde naar de andere zijde vouwen. Ik maak het weer open en weer de andere zijde naar de tegenoverliggende zijde vouwen. En goed vastdrukken. Nu heb ik twee kruisen in het midden die elkaar overlappen. En ik leg het papier zodat er één hoek naar mij wijst en dat de lijnen zo naar boven lopen. Dan vouw ik de hoeken aan de zijkant naar beneden en druk het allemaal plat. Dan ga ik deze punt nemen. Die punt is toe. En ik ga die een klein beetje naar onderen vouwen. Een centimeter, anderhalve centimeter. En die ligt dan perfect op de lijn die je nog op papier ziet. De grootte van dat driehoekje gaat bepalen hoe groot het middenpunt van de strik is. Ik draai het nog eens om. En ik ga het ook naar de andere kant vouwen. Dan doe ik het papier weer open. En nu heb ik deze vouwen in het midden. En dat ga ik naar binnen toe vouwen. Dus ik ga die aan de linkerkant nog eens naar buiten vouwen. Dan die aan de andere kant ook. En dan ga ik het zo lichtjes naar beneden duwen. Zo. Zo heb ik het dus gevouwen. En dat druk je dan weer goed dicht. Het ziet er dus nu zo uit. De punt is helemaal naar binnen gevouwen. En ik heb twee kanten ook naar binnen gevouwen, zodat je die vorm krijgt. Nu ziet het er zo uit. En ik ga dan dat weer naar beneden vouwen. Ik neem deze zijde en vouw die richting midden.
Dat doe ik één keer en dan aan de andere kant nog een keer. Ik herhaal het aan de achterkant. Dus die korte zijde die ligt dan aan de middenlijn. En nog een laatste keer, zo. Nu heb ik hier zo zulke vleugeltjes. En dan ga ik dit open doen. En voorzichtig uit elkaar trekken. En dat is dan het midden van de strik. Zo ziet het eruit aan de bovenkant en dit is dan nu de onderkant. Ik ga dan met de schaar deze zijde losknippen. Dus aan de zijkant ziet het er zo uit en ik ga het zo losknippen. Dus deze vouw die knip ik open. Ook daar nog eens. En natuurlijk dan bij alle andere ook nog eens. Dus in totaal 4 keer. Dus ik heb nu 2 losse stukken. Net vleugeltjes. En ik ga de ene naar de andere kant vouwen. Het maakt niet uit naar welke kant, maar gewoon op elkaar leggen. En dan ga ik deze zijde naar het midden vouwen. Je ziet er nog een middenlijn op staan, dus die zijde naar die middenlijn. Zo, hier weer hetzelfde doen. Dan ga ik die beide vleugeltjes nemen en naar de andere kant vouwen. En hier ga ik dan weer die ene zijde naar de middenlijn vouwen. Het maakt dus absoluut niet uit met welke kant je begint. Dan draai ik het hele ding om. Je kan de strik er al in zien. Hij is nog een beetje spits aan de zijkanten. Wat ga ik doen? Ik ga die punten vouwen naar het midden van het kleine vierkantje. Mooi vastdrukken. En dan duw je het puntje onder het vierkantje. En aan de andere kant doe je dan hetzelfde. Zo. Dus de bovenkant van de strik is al helemaal klaar. Nu nog de onderkant. En daarvoor ga ik de middenlijn helemaal doorknippen. Ik neem deze kant en ik vouw die naar links. Het maakt niet uit naar welke hoek je dit doet of hoe groot de hoek is, maar je moet wel aan beide kanten dan hetzelfde te doen. Ik probeer het er een rechte hoek van te maken. Aan de voorkant ziet het er nu zo uit. En dan ga ik de kant die nog open is, naar links plooien.
Zorg dat het een beetje overlapt. Aan de andere kant ga ik hetzelfde doen, maar dan naar rechts natuurlijk. Zo, goed vastdrukken. Zo ziet mijn strik er nu uit. Je kan het nog een beetje bijknippen. Dat ga ik jullie ook laten zien. Mijn rode strik die was gewoon gevouwen, die was niet bijgeknipt, maar je kan het nog wat bijknippen. Als je de strik te lang vindt, dan kan je er een stuk afknippen van onder. En dan kan je er zo'n hoekje in maken. Zo heb je een klassiekere strik. En aan de andere kant doe je dan natuurlijk hetzelfde. Zo. Dus dit zijn de twee varianten van de strik. Ik vind ze allebei eigenlijk leuk. En dan kan je het op je cadeautje plakken. Ik vind het eigenlijk echt wel leuk. Een leuk alternatief ook voor een strik uit lint. Leuk om als cadeau te geven. Geef me een thumbs up. Op ons kanaal vind je nog vele andere origami video's. Je kan ook altijd commentaar achterlaten hier onder de video. Geef de video door aan jullie vrienden. Je kan je ook abonneren. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe video verschijnt. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe-het-zelf-ideeën.